is vrijdag vandaag en het is laat. Het is namelijk eigenlijk al middag. Het is 1 uur. 10 over 1, zoiets zelfs. Ik ben al opgemaakt en dat komt omdat ik eindeloos in bed heb gelegen. Ik mocht van mezelf uitslapen net zo lang als dat ik zelf wilde. Dat werd 12:15. Daarna ben ik nog een half uur blijven liggen. En toen dacht ik, kom op Sofie, je moet om 5 uur werken en je moet echt nog dingen doen. Je moet echt nog dingen doen. Ik moet hier stofzuigen. Ik wil de tafel opruimen, die is een bende. Boodschappen doen. En dat wordt wat. Want het is natuurlijk nu, het is vrijdag. Zondag is eerste kerstdag. Dus iedereen is boodschappen aan het doen. Het is gekkenhuis. Maar ik heb de afgelopen dagen best wel weer ongezond gegeten. Niet in de zin van super slecht. Ook wel fastfood en McDonald's en zo, maar ook super weinig. En dat is dus een oude trend die weer een beetje terugkomt, waar ik vanaf wil. En ik vind mezelf zo bleek, niet te geloven. Ik moet echt die Dolfcreme gaan proberen. En ja, nu ben ik alweer opgemaakt. Nou ja. Dus boodschappen doen. En ik heb afgesproken gisteren met Laura van de Nagels om... Ik moet nog steeds een beetje wennen. In sommig licht vind ik het heel mooi en in sommig licht vind ik het weer helemaal niks. Nu vind ik het helemaal niks. Maar ja, maakt niet uit. Om eerste kerstdag bij haar films te komen kijken. Lekker gewoon, weet je, het is een eerste kerst voor mij waarin ik vrijgezel ben. En dat is best wel bizar, want dat ben ik in 8 jaar niet meer geweest. In 8 jaar? What? Ik heb 8 jaar lang kerst gehad bij schoonfamilies. En nu heb ik het niet. En dan hou ik ineens tijd over. En zij had ook tijd over. Dus ze zei, waarom kom je niet de eerste kerstdag naar mij toe? En dan gaan we lekker kerstfilms kijken. Dus, ik heb de auto van je dit jaar geregeld. Die mag ik lenen. Dat is super, super lief. En ik wil graag iets terug doen voor haar. Want ze is net verhuisd. En ze houdt ontzettend van kerst en spullen. En het liefst heeft ze het hele huis vol lichtjes en lampjes. Maar ze heeft dus helemaal niks. Dus nou dacht ik, ik ga even het centrum in. En dan ga ik gewoon kijken of ik nog een kerstboompje of iets kan vinden. Ik weet dat ik daar eerste kerstdag ben. Dus dat kerst eigenlijk praktisch al voorbij is. Maar het gaat om het idee. En ze kan het toch tot oud en nieuw nog laten staan. En dan heeft ze wat gezelligheid. En ik vind het gewoon lief. Ik wil gewoon iets doen. En nou ja, misschien is het wel onzin en stom. Maar dat geeft niet. Dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik iets geprobeerd heb. Maar ik ga beginnen met stofzuigen en de was ophangen. Want de was heeft vannacht de hele nacht in de wasmachine gezeten. Dus ik hoop dat hij niet stinkt. Het wasje hangt. Ik heb alleen mijn broek eventjes scherpstellen. You can do this. Yes. Eventjes bij de verwarming gaan, want die wil ik vanavond aan. Even nadenken. Ik heb ook alle handdoeken even opgevouwen. Zelfs hier liggen blaadjes gewoon. Het is echt... Overal door het hele huis vind je alleen maar blaadjes. Laten we dan eerst maar eens gaan stofzuigen voordat ik naar het centrum ga. Ik wil eigenlijk ook nog mijn haar krullen. Want ik heb dus de laatste keer deze gebruikt. En nu wil ik die een keer proberen. Maar ik weet niet of ik er vandaag tijd voor heb. En morgen moet ik het eigenlijk al doen. Maar ja, deze werkt op zich wel goed. Dus anders gebruik ik gewoon die. We gaan ze wel even zien. Ik heb dus het gevoel dat ik iets vergeet. Maar ik zou niet weten wat. Dus we gaan nu eerst even de tafel opruimen. En dan is het tijd voor... stofzuiger. Het huis is weer netjes en ik heb mijn teddyberenjas weer aangetrokken. Oh, ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik ben lichtelijk in paniek, maar ik wil nog niet in paniek zijn. Mijn laptopscherm doet het niet, geeft geen beeld. Ik snap er niks van, want dat deed ik 10 seconden geleden nog wel.
Dus ik weet het even niet. Ik heb hem nu gewoon even uitgezet aan de oplader. Ik denk, ik ga nu eerst naar het centrum even kopen wat ik nodig heb. En misschien is het een soort time-out. En als ik hem zo meteen aandoe, dat hij het wel weer doet. Dat hoop ik dan maar. Anders heb ik echt een fix probleem. Ik ga er niet over nadenken. Ik ga op kerstbomenjacht en boodschapjes doen. Oké, ik ben weer thuis. Het is koud. Ik kwam dus achter, mijn telefoon was helemaal leeg. Dus ik dacht, nou, het heeft geen zin om die telefoon mee te nemen. Ik doe het niet. Alleen heb ik natuurlijk al zo mijn pinpas in. Gelukkig had ik nog genoeg fooi geld om boodschappen van te doen. En iets voor Laura te kopen. Ik heb dit pakketje. Alles zit volgens mij vast aan lijn, dus ik kan hem redelijk op z'n kop houden. Een rookbord met kerstballetjes en twee kandelaartjes. Het is een heel simpel ding en ik wil er eigenlijk nog steeds een boompje bij kopen, maar dat werd hem nu niet vanwege te weinig geld bij me. Hij lieverd. Dus daar ga ik morgen nog even naar kijken. En dan heb ik boodschapjes gedaan. Oh, ik hoop zo dat mijn laptop het gewoon doet. Ik ga hem aanzetten. Oh, ik zie niks. Ik zie niks. Oh. Volgens mij zag je de opluchting op mijn gezicht. Nou, oké, verder. Ik heb partymix broodjes. Gewoon, ja, dat zijn die croissantjes en broodjes in één. Allemaal verschillende dingetjes. Want, ik mag mezelf ook best een beetje verwennen met kerst. Volkorenpasta voor vanavond. En ik ga weer het recept van Birdie maken met de pesto. Alleen dit keer heb ik mijn favoriete pesto gekocht van de Albert Heijn. Twee, wel duur, want het zijn natuurlijk 3 euro per stuk. En als je dan al 6 euro aan pesto in het eten gooit, dan wil het wel. Maar wel lekker. Kipjes moeten er ook doorheen. En rucola. Dan heb ik nog voor het gezonde leven banaantjes. 4 stuks, want ik heb laatst tegenwoordig al veel worden voordat ik ze op heb en dan hoef ik ze niet meer. En nieuwe sinaasappeltjes. Sinaasappeltjes. En het laatste ook nog voor Lau. Bij de Big Bazaar trouwens. Ook dat andere kerststukje. Deze ster. Dat is natuurlijk de vraag hoe die in elkaar moet. Ga ik dit doen? Of ga ik het dan verpesten? De kat vindt het kerststukje woest interessant. Ik ben echt bang dat ik het kapot maak. Maar dit is denk ik gewoon de bedoeling. Dit kraakt gewoon een beetje. Zo. Hoe doe ik dit? Oh, poes. Don't do it. Nou ja, hij is alweer weg. Nou, je snapt het idee denk ik. Het is een kerstster en er zit een soort rosé glimmend. Poes. Dus die heb ik er ook bij. Die kan ik dan nog in elkaar zetten op een goede manier. En dan kunnen we het huisje een beetje kerst maken. Oh, die kat. Met zijn staart ook nog voor. Lieverd. Dus ik ga morgen nog wel even op zoek naar het boompje. Maar dat komt toch goed, denk ik. Knuffeltje, knuffeltje, knuffeltje. Ik ben terug van het werken. En het is 3:07. Het was best wel laat. Had ik niet helemaal op gerekend of zo. Ik heb trouwens mijn haar op een gegeven moment in een staart gedaan. Omdat ik gek van werd. En net heb ik het eruit gehaald. Het is nu een beetje een klittenbende. Maar er zit zo haar nog wel iets van slag in. Dus ik heb een goed gevoel over deze. Hi. Hi, lief het. Gezellig. Ik ga nu de vlog online knallen en slapen. Ik moet echt zorgen dat ik goed mijn slaap pak, want dit worden echt weer lange, heftige dagen. Kerstborrels en alles, dus het is echt heel druk. Dus ik moet goed mijn slaap pakken. En dan, ik wil nog heel eventjes met de kittens knuffelen, want die hebben ook een beetje aandacht tekort, hè? Ja, en dan, morgen weer een dag, lieverd. Mwah. Schatje, oké. Bedankt voor het kijken, welterusten en tot morgen. Goedemorgen. Het is 10:15 en ik ben mijn bed uit. Ik had nog uren kunnen blijven liggen. Echt, oh man, wat had ik nog graag even blijven liggen.